Help, hoe begin ik een gesprek? Bij het Debatinstituut helpen we mensen overtuigender te leren spreken. Dat doen we met hele concrete middelen. Maar als je die middelen wil inzetten, ja, dan moet je natuurlijk wel eerst in gesprek zijn met iemand. En daarom zetten we in deze video een stapje terug en geven we antwoord op de vraag: hoe start je nou een gesprek met iemand die je nog niet kent? De eerste tip, dat is: stel de vragen die je normaal gesproken aan je telefoon of aan Google stelt, stel die gewoon aan de mensen om je heen. Stel je nou eens voor, je bent in de sportschool, je bent op het schoolplein om je kinderen weg te brengen, of je staat op de vrijdagmiddagborrel en je wil graag in gesprek met iemand die je nog niet kent. Nou, dan kun je hele simpele vragen stellen, zoals: weet jij misschien wat een goede thuiswerkplek is? Of waar ga ik met de kinderen naartoe op zaterdagmiddag om een beetje een leuke middag te hebben? Of wat is nou een goede plek om die sportwedstrijd van volgende week te kijken? En dan gaat het eigenlijk helemaal niet zozeer om die vraag of het antwoord dat je daarop krijgt, maar veel meer over wat er daarna komt. Want daarna ga je proberen verdieping in het gesprek aan te brengen door te vragen: waarom raadt iemand deze plek aan? Welke positieve of negatieve ervaringen heeft iemand gehad? En daarmee geef je het gesprek gelijk verdieping en zoek je de connectie die er misschien tussen jullie twee bestaat. De tweede tip, die geldt misschien wat meer in de zakelijke context. Stel je voor, je bent op die vrijdagmiddagborrel en je ziet iemand die je niet kent, maar waarmee je wel graag een praatje zou willen maken. Stap dan op diegene af, steek je hand uit en zeg: hoi, volgens mij hebben wij elkaar nog niet eerder ontmoet, mijn naam is. Voor sommige mensen best een drempel, maar een hele mooie starter voor een gesprek. Want het impliceert dat je misschien al wel eerder kennis had moeten maken. Je neemt de drempel weg en probeert natuurlijk ook daar weer wat verdieping te zoeken in het gesprek. Ik noem twee voorbeelden. Stel je bent in gesprek met iemand die nog maar net in een nieuwe rol of functie zit. Dan is het ontzettend leuk om te vragen hoe diegene de eerste weken in die nieuwe rol heeft ervaren. Tweede voorbeeld. Je staat met iemand te praten die een hele lange staat van dienst heeft. Vraag dan of diegene had bedacht in het begin van zijn of haar carrière of hij of zij ooit op die plek terecht zou komen. Gegarandeerd dat je ontzettend leuke verhalen en diepere inzichten krijgt. En dat gaat verder dan gewoon: dit is wat ik doe in mijn werk en dit is wat ik daarvan vind. Zorg dus voor twee hele simpele openingen. Vraag de vragen die je normaal aan Google vraagt aan de mensen om je heen. Of stap gewoon op iemand af, steek je hand uit en noem je naam. Veel succes bij jouw volgende moment dat je iemand ziet die je niet kent, maar die je wel graag wil leren kennen. Vond je dit nou een leuke video en wil je er graag meer van zien? Zorg dan dat je deze video liked en zorg dat je je abonneert op het YouTube-kanaal van het Nederlands Debatinstituut.